kamer liggen verkleedkleren, knuffels en poppen, tekenspullen en nog veel meer. Papa heeft er genoeg van. Flop, je moet nu echt je kamer opruimen hoor. Dit wordt de dol. Bah, niks aan, moppert Flop. Jij moet meehelpen. Nee, zegt papa. Ik moet beneden de rommel van ons allemaal opruimen. Dat is ook veel werk. Dan gaat Flop toch maar aan de slag. Ze is nog steeds een beetje mopperig. Zo begint een van de verhalen over Flop, het meisje uit mijn boek. Flop doet heel gewone dingen. Ze gaat naar school, moet haar kamer opruimen, kleren passen. Ze speelt met haar broertje. Maar er gebeurt wel elke keer iets bijzonders. In dit verhaal bijvoorbeeld gaat haar vader een krant bellen, omdat Flop zo goed opruimt. Wil je meer, Flop? Met jouw bijdrage kan het boek er komen. En kun jij straks alle verhalen voorlezen. Behalve heel veel dank, krijg je er ook echt iets voor terug. Zoals het boek, een Floppakket, of ik kom alle verhalen voorlezen. Ik heb er heel veel zin in. Help je mee?